Nou, ik kwam dus op de website Nieuws Minimalist. Dat is gemaakt door één uh, jongeman. Uh, en het idee achter deze website is dat je... Iedere dag is er maar één versie van het nieuws. Je kan mm -hmm. het nieuws lezen, vastgezet in de tijd. En wat het ding doet, is hij kent aan... Hij, hij indexeert uh, bronnen... Dus de uh, New York Times en The Guardian and Reuters and, uh, en Reuters en MSNBC, maar ook de Daily Mail en gewoon kranten en nieuwsites. Ja. Daar indexeert hij de feeds van, ik neem aan via RSS. En dan uh, geeft hij ieder artikel een zogenaamde significance score. En dat is een uh, score die hij zelf bedacht heeft. Wat is significant? Uh, en dan zit daar een score aan. En wat je dus op die site kan doen, is dat je een schuifbalk hebt. En ieder artikel heeft een significance score van 0 tot 10. En dan kun je dus zeggen: Ik wil alleen maar artikelen zien met een hogere significance score dan 6. En vandaag, op deze dag, dat wij dit opnemen, zijn dat 11 artikelen. 0,88% van uh, de artikelen die geïndexeerd zijn door dat ding. Ja. En dan, ja, nou, hij heeft een. Zelf een definitie bedacht van wat significant is. En uh, op Twitter vertelt hij een beetje wat hij per dag update aan die site. Die site is nu een week oud, of twee weken oud, niet zo lang. En iedere dag maakt hij het een beetje beter. Dus hij praat over hoe die artikelen ontdubbelt. Want je wil niet dat meerdere bronnen hetzelfde verhaal uh, linken, mm -hmm. dat je hetzelfde verhaal twee keer ziet. Um, maar wat hij bijvoorbeeld ook doet, is bronnen die hij ziet als minder betrouwbaar, dat die uh, hoog komen. Je wil eigenlijk dat als je een artikel hebt over, weet ik veel, uh, nou, bijvoorbeeld die cruise missile boven Oekraïne, boven Oekraïne uh, dan wil je niet een artikel van de Daily Mail daarover, nee, bijvoorbeeld. Dus hij, hij Reuters op een gegeven moment ja, wil je dan blijkbaar. Blijkbaar. De, dus hij heeft op een gegeven moment heeft hij bedacht, uh, wat is significant uh, van uh, welke bronnen zijn significant. Nou? Zo maakt hij iedere dag maakt hij dat ding een beetje beter. En hij heeft gewoon een ChatGPT gevraagd. Maak een lijst of zeg maar ken credibility scores toe per uh, nieuwsmedia. En toen dacht ik dus: Oh, maar dit is interessant, want dit kan ik zelf. Dit kan ik zelf gewoon maken. Ja. Het is niet dat hij een of ander ingewikkeld training model heeft gemaakt. Hij heeft, gewoon gezegd, hij heeft gewoon gezegd: Dit zijn duizend artikelen die vandaag uit zijn gekomen. Dit zijn de bronnen erbij. Lees die artikelen. En verzin op basis van deze drie uh, metrics. Wat de score moet zijn. Ja. Nou, ik vind dit dus heel interessant. Dat je dat eigen, dat simpele eenvoudige schoenenlappers, zoals Matthijs dat zou zeggen, uh, uh, dit soort uh, rankings kunnen maken, dan wordt het interessant. En toen dacht ik dus: hoe zou ik dit ik, ik wil dit voor mijn leven. En ik wil zelf de significantie kunnen bepalen. Dus ik wil, dit is een prompt eigenlijk. Hoe tof zou het zijn als Nederlandse kranten een keer het lef zouden hebben om een beetje humor op de voorpagina te doen. Was dit humoristisch bedoeld? Ja, tuurlijk. Het is, gewoon, het is gewoon een grappig verhaal. En dat je dat op de voorpagina zet, vind ik gewoon dat maakt dat het grappig is. Nou, anyway. Telegraaf is een hilarische krant, hoor. Moet je gewoon... Had je gehoord dat die uh, Amerika- correspondent die daar nu zit. via Villa Media moest lezen. dat uh, Jansen, <laughs> weet hij, Paul Jansen. Uh, zijn baan <laughs> inpikt? In ja, dit heb ik gehoord. Namelijk, wij waren op vakantie. Oh, ik heb dit jaar zelf voorgelezen. Met Ach, veel plezier opgedaan. Dat is een fantastisch artikel op Villa Media. <laughs> Over de shit show. Bij de Telegraaf. Maar anyway. De, maar uh, goed. Jij ja. wil, je keek dus, naar je eigen leven. Ja. En daar wil jij nu in zicht. Nou, ik had het over voor. de FT. Ik, sorry, alle gedachten aan alle kanten op. Ik had het over de FT. Omdat als je een krant leest. En op papier heb ik dat makkelijker dan online. Dan scan je koppen. En doe je een eerste aanname over of je het wil lezen ja of nee. Soms ja. lees je artikelen waarvan je dacht dat gaat leuk zijn, dat gaat niet leuk zijn en soms denk je dit gaat niet leuk zijn en dan begin je toch te lezen en dan blijkt het opeens heel erg leuk te zijn. Dat ja, heb ik in de doe FD dit heel ook vaak. In mijn uh, Readwise waar of Reader, waar alle Reader van Readwise, waar al mijn nieuwsbrieven en RSS samenkomen, dat is het zoveel dat ik het niet allemaal kan lezen. En dan, dat bepaal ik nu dus ook op basis van de kop. En dat geeft mij een unheimisch gevoel, want ja. het hangt er maar net vanaf hoe goed ja. de koppenmaker is. Ja. Ja, en verder is er in je RSS of in je reader heb je weinig context ook. Terwijl op, op papier heb je toch het overzicht van de lengte van het stuk. En je, je hebt iets meer, met iets meer gemak en overzicht. Streamertje. Precies, ja. plaatje erbij, nou hoe dan ook. En eigenlijk dacht ik, waarom, ik, ik begon een beetje hardop te redeneren. Waarom ga ik dit stuk nu lezen? Want er was dus iets aan die kop, of ik kon, ik, kon, ik kon beschrijven dat het een bepaald onderwerp was wat ik leuk vond. En ik dacht, ik zou een prompt kunnen proberen te schrijven: dat als ik deze hele krant als soort van materiaal heb om te coveren, kan ik dan een prompt schrijven dat als ik dan op enter zou drukken, dat die precies de artikelen zou uitkiezen die ik zelf ook gelezen zou hebben? Nou. Als blind dat, testen. Dat kan je natuurlijk blind testen. Ja, precies. Dus, ja. nou, als dit zou lukken... en dat is een beetje wat die gozer heeft gedaan... met die significance scores... in die News Minimalist website. Ik kan beschrijven... welke onderwerpen ik buitengewoon interessant vind. Ik kan ook omschrijven... dat als artikelen op een bepaalde manier geschreven zijn... dat ik ze waarschijnlijk interessant vind. is een vind. prompt die nooit af is natuurlijk. Nee, oké. Okay, je blijft hem aanscherpen, prima. Maar ik weet wel dat ik ga een, een heel ander prompt hebben... dan jij al. Mm -hmm. En wij, denk, wij lezen veel dezelfde dingen... En desalniettemin gaat het, gaat het vrij verschillende prompt zijn. Ja, ik ga langer in de stijlsectie blijven hangen. Bijvoorbeeld. Die stuur je mij altijd fotootjes van. Ja. Dat waardeer ik zeer. <laughs> en uh, toen dacht ik, nou, als ik dit voor de FT van vandaag kan doen, misschien kan ik het dan ook wel doen voor, de, uh, voor gewoon het nieuws op het internet. En dit is uiteindelijk mijn droom, dat ik artikelen kan lezen. En dan is het niet eens synthetisch geschreven artikel. Het gaat puur een discovery van artikelen. Bronnen die ik boeiend vind: de Economist, de Atlantic, de New Yorker, de New York Times. Gewoon dingen met fatsoenlijke kwaliteit en dan een threshold over welke onderwerpen ik niet interessant vind. Oftewel, die significant scoren. al die dingen over staal, inderdaad eruit, of alleen in een speciaal hoekje waarvan de kans groot is dat ik het aan jou kan doorsturen. Misschien kan dat een apart sectie zijn, misschien kan het niet gewoon het kan automatisch scriptje, doorsturen. Ja. ja, inderdaad. Waarom zit ik er nog tussen? Um, en dat wil ik iedere dag via e-mail. En Toen dacht ik: Nou, als ik dat heb, dan heb ik gewoon een soort van persoonlijke krant. Dat lijkt me vet, algoritmisch. En ik kan het prompt zelf de hele tijd aanpassen. Wat dus een stuk anders is dan wat bij Blendl het idee was. Namelijk een algoritme dat voor je bepaalt. Wat zogenaamd zelflerend is, maar dat toch niet echt lekker werkt. Uh, of Twitter, wat, waar, waar je je ergert aan het algoritme omdat, het, omdat er gewoon zoveel ruis in zit. Als je controle dat hebt mensen over. Mensen gaan gamen, ja. Dat, omdat ja, ze weten ongeveer hoe het al gebeurt. Ja, werkt. precies. Stel, dat heb je niet bij een persoonlijke prompt. Precies, je kan zelf je prompt schrijven. Mm -hmm. en, uh, en toen dacht ik, nou, je zou zelfs als je dat nieuwsminimalist, minimalist, minimalist zou pakken en je zou toch nog de stap terugmaken naar nieuwsmerken, de Volkskrant, de Telegraaf, in plaats van een significant score selecteren, zo'n ik wil alles boven de acht. De dingen heeft bepaald dat de Daily Mail niet boeiend is. Dat is de vriend van de Telegraaf. Maar misschien zijn er mensen die juist de Telegraaf versie willen. Wat je ook zou kunnen doen is dat je het nieuws van anderen, dus gewoon de hele feed van wat er allemaal bestaat op het internet, gezien door de blik van de Telegraaf. Dus dat je je Telegraaf-logo kan aanklikken en dat je geen artikelen uit de Telegraaf krijgt, maar dat je artikelen krijgt zoals die in de Telegraaf zouden hebben kunnen staan. Dus dan heb je een artikel, weet ik veel, wat dan gaat uit de New York Times, wat dan gaat over, nou weet ik veel, iets wat typisch in de Telegraaf is, over hakbal en dat dan allemaal niet meer mag. En dan herschreef en dan, en dan geselecteerd omdat het iets is wat telegraaf leest belangrijk. Dus het is een, het is een prompt. Ik, ik realiseerde me opeens. Alles te, is een prompt. Is. Ja, alles, ja. Is, Als jij een, een Volkskrantjournalist hebt. En je, en je schrijft een stuk. je bent dus je je een stuk. dan heb je een idee over wat de doelgroep van de Volkskrant is. Dat is een prompt. Dus stel je zou al het nieuws van de wereld. kunnen zien door het prompt De Volkskrant. Nou, dan heb je dus een selectie van artikelen. Maar stel nou dat je dan. Het kan laten herschrijven in de stijl van de telegraaf, als je net de telegraaflogo hebt aangeklikt. Dat je daadwerkelijk een stuk van Reuters kan lezen in de stijl, want het is ook gewoon een stijl van schrijven, dat die het herschrijft in de stijl van de telegraaf. Waar is nog je copyright? Ik vraag me af. Ik bedoel, ja. ga maar eens claimen dat het plicht plagiat is of zo. Copyright het is, is, is herschreven door de in. Als ik nu uh, zou denken van hoe kan ik veel geld verdienen, zou ik copyright lawyer worden. Lawyer, ja, ja, ja precies. Ja. Maar het is nu gewoon. Dan heb je dus een overzicht. Dan heb je dus de telegraaf aangeklikt. Je krijgt artikelen die bij de telegraaf passen die in de stijl geschreven zijn van de telegraaf, maar het is niet geschreven door telegraafjournalisten. Ik wil dit nu maken. Ga doen, dan. Ik hoop dat iemand dat doet. Die <laughs> dit, luistert. Ja, dit is jammer zo verandig. <laughs> Om de show rond te maken, zou je bij dit enthousiasme dus nu moeten nadenken. En wat is de keerzijde hiervan? Ja, uh, evident, namelijk dat. <laughs> dat was ook een beetje de toon die Gertja Boekman en uh, Rodolph uh, uh, op nou, het journalistiek is heel belangrijk hoor ja. dat is ik, ik vind het ik heel fijn dat er heel veel journalisten zijn wat je hier dus wat mee moet want het is ook ja, je moet gewoon het voor zijn het zelf gaan doen ja. en daarmee het voor zijn zodat je zelf die gave tools maakt die ja. mensen willen gaan gebruiken en Zo eindigt elke pompshow tegenwoordig met dezelfde oproep ik had nog een heel leuk, heel leuk onderwerp over kruidenpotjes. Stuk vond ik leuk. <laughs> <laughs> Listen to the full episode of Pom on Podimo from Denmark.